يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Geliefde broeders en zusters, als we gaan reflecteren op ons dagelijks leven, niet alleen maar wat wereldwijd gebeurt, maar ook als we gaan reflecteren op onze persoonlijke bezigheden, dan komen we al gauw tot de conclusie dat veiligheid niet meer vanzelfsprekend is geworden. Dan heb ik het niet alleen maar over veiligheid in de beperkte zin hiervan, dat we niet in gevaar zijn. Veiligheid is meer dan dat. Je hebt innerlijke veiligheid, innerlijke rust die iemand van binnenuit voelt en ervaart. En dat heeft invloed op het dagelijks leven en het gedrag van een individu. Dus veiligheid niet alleen maar dat er niet iemand binnenloopt om een ander te doden of om geweld te plegen, dat is ook een onderdeel hiervan. Maar het innerlijke rust die wij dienen te ervaren, wat nogmaals directe effect heeft op ons dagelijkse leven. Het is helaas niet meer vanzelfsprekend geworden dat we hiervan mogen genieten. Het is niet vanzelfsprekend dat een fundament is van een gezonde samenleving. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat nauwkeurig beschrijft. Hij zegt het leven, niet letterlijk, maar hij zegt het leven bestaat in feite uit drie belangrijke pilaren of zaken. In een hadith zegt hij, men asbaha aminan fi sirbi. Wie in een toestand van veiligheid wakker wordt. Een veiligheid dus dat hij niet in gevaar is. Een veiligheid is innerlijke veiligheid. Dus wanneer iemand in toestand van veiligheid verkeert en wakker wordt. De voeding heeft van de dag, niet van een week, niet van een maand, niet van een jaar. Van een dag. Dat je het eten hebt van een dag. En je verkeert in een gezonde toestand, dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, het is alsof jij het hele leven tot je beschikking hebt. Dus je hebt het hele leven met al haar facetten in jouw handen. Want wat is het leven zonder veiligheid? Wat is het leven zonder gezondheid? Wat is het leven zonder primaire middelen die je nodig hebt om te kunnen leven en overleven? Maar met name veiligheid. Zelfs in de Koran, toen Allah Azza wa Jalla de afgoden dienaren bewust wilde maken van de gunsten die hij hen heeft geschonken, zei hij in Surat Quraysh, li'ila fi Quraysh. Quraysh, dat is een stam waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam van afstamt. Hij spreekt deze groep mensen, maar deze boodschap is niet alleen maar gericht op die mensen. Het is voor iedereen. Het geldt voor iedereen. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. Zij waren, Allah heeft hen in de mogelijkheid gesteld om in veiligheid te handelen. Ze gingen een moment naar Jemen, op een ander moment gingen ze naar Damascus om producten te importeren en te verkopen. En dat deden ze in toestand van veiligheid, wat in die tijd niet vanzelfsprekend was. Allah Azza wa Jalla heeft deze groep mensen, Quraysh, beschermd tegen heel veel gevaren van de woestijnen en mensen die een gevaar voor hen zouden kunnen vormen. Allah herinnert hen niet aan hun stam en hun positie en de kennis die Allah hen heeft gegeven, maar aan dit gedeelte van het leven. Een belangrijk fundament, namelijk veiligheid. En hij zegt, الذي أطعمهم من جوع, die hen heeft gevoed in toestand van honger. En hen veilig heeft gesteld in toestand, of hen beschermd heeft tegen angst. En de Koran is nauwkeurig. Hij zegt niet dat hij hen beschermt wanneer zij in angst verkeren. Nee, hij beschermt ze tegen angst. Dat Allah het niet zo ver laat komen dat we in een angstige toestand verkeren. En als we gaan reflecteren op ons dagelijks leven, dan leven wij in zo'n situatie. Dat wij genieten van veiligheid die voor velen niet vanzelfsprekend is geworden. En wanneer kunnen wij een waarde van iets beseffen? Wanneer we dat gaan missen. En we hebben een aantal voorbeelden daarvan gezien.
in de wereld. Tot de dag van vandaag worden honderden mensen uitgeroeid. In Syrië, in Jemen, in Somalië, in Irak. Honderden gaan dagelijks dood. En dat is iets wat wij dienen te beseffen. Eén, om aan jezelf te werken. Twee, om de gunsten van Allah Azza wa Jalla te beseffen. Maar vooral het belangrijkste hiervan, om dankbaar te zijn. Dankbaarheid betekent niet, geliefde broeders en zusters, dat wij tijdens onze gebeden zeggen alhamdulillah en shukrulillah. Dat is niet voldoende. Dankbaarheid houdt in dat jij ook dat gaat inzetten, dat de gunst die je van Allah Azza wa Jalla hebt gekregen, dat je gaat gebruiken op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer je bezittingen hebt gekregen, dat je dat vanuit een zuivere bron binnenhaalt en dat je het in het goede uitgeeft. Wanneer jij in een toestand van veiligheid verkeert, dan is het belangrijk om een onderdeel te zijn van de oplossing. Van mensen die vrede, die veiligheid verspreiden tussen de mensen. Dat je een onderdeel van wordt. Dat je je verantwoordelijkheid neemt om een veilige sfeer te creëren. Ik zei recent tegen de autoriteiten, er wordt heel veel gesproken over beveiliging van moskeeën. Dat hebben we niet nodig. We hebben geen beveiliging nodig. Maar wat we wel nodig hebben, is veiligheid. Wat anders. En als beveiliging een middel kan zijn, prima. Maar het liefst wil ik geen ME of politieagenten voor de deur hebben. Maar als het nodig is, dan is dat belangrijk. En alhamdulillah zijn er ook een groepje mensen die die verantwoordelijkheid willen nemen om de moskee te beveiligen. En de oproep ook aan mensen, als daaraan mee willen doen, sluit je aan, meld je aan via de WhatsApp-groep van de moskee, om ook jouw verantwoordelijkheid te nemen. Maar het beperkt zich niet alleen maar tot het beveiligen van moskeeën. Laten we ook een groep vormen die veiligheid of veilige sfeer gaat creëren. Door innovatieve initiatieven te ondernemen, om een gezondere en een mooie samenleving te creëren. Niet alleen maar voor onszelf, maar ook voor onze kinderen. Voor de mensheid. Want dat is het vertrekpunt van een gelovige. Integendeel, Allah Azza wa Jalla zet veiligheid op een hoog in het lijstje, hoger dan standaard dagelijkse zaken die we nodig hebben. Allah Azza wa Jalla geeft een gelijkenis van een stad. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنًا. Ze hadden dat gunst. Ze hadden die gunsten van Allah, gunsten van veiligheid, dat ze alle voorzieningen hadden. Qaryatan kanat aminatan mutma'inna. Ze verkeerden in alle rust en harmonie. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Recent vroeg iemand mij, en dat vond ik een bijzondere uitspraak. Hij zegt, heb jij een soort eten waar jij nog naar verlangt wat je niet kunt krijgen? Heb jij iets waar jij naar snakt wat je nog niet krijgt? Ik zei nee. Ik zei, het is voor velen niet vanzelfsprekend. Dus heel vaak zien wij dit soort zaken wat we nu aan het bespreken zijn als vanzelfsprekend, maar het is het niet. En daarover dienen wij goed te reflecteren. Allah Azza wa Jalla zegt tegen deze mensen dat deze twee zaken voor jullie vanzelfsprekend waren, totdat ze van jullie is het weggenomen. Of zijn weggenomen, die gunsten. En daarom is een reflectie heel belangrijk, maar ook actie is daarbij ontzettend belangrijk. Veiligheid beperkt zich niet alleen maar tot bepaalde uitingsvormen. Maar het kan economisch zijn, het kan politiek zijn, maar het kan ook spiritueel zijn. Als we kijken naar de twee termen die centraal staan in ons geloof. El-Islam en el-Iman. Twee derde van het geloof. En vervolgens heb je el-Ihsan. Drie zaken. El-Islam, de vijf zuilen. El-Iman, de zes pilaren. En al-ihsan, en ta'bud Allah ka'annaka tara. Goddelijke aanwezigheid ervaren en beseffen. Twee ervan hebben te maken met veiligheid. Innerlijke veiligheid. Maar ook veiligheid wat je uitdraagt in je dagelijkse leven. Al-islam is afgeleid van het woord sin, lam, mim. Een van de betekenissen hiervan is vrede. Met andere woorden, innerlijke vrede. Hoe realiseer je dat? Wanneer jij jezelf goed kent. Wanneer jij weet wat voor ziektes jij hebt. Dan heb ik niet over medische dingen, ziektes die je medisch kunt behandelen. Maar dan heb ik het over innerlijke ziektes. Onze harten. Hoe zit het daarmee? Want je kunt nooit iets uitdragen alvorens jij je hart niet hebt geleegd.
En daarom hebben we in tezkiya, in tarbiya, de wetenschap van tarbiya, hebben we iets wat wij noemen het tahliya en vervolgens het tahliya. Het tahliya, dat betekent dat jij je hart eerst moet reinigen. Want als jij haat in je hart hebt, dan kun je nooit liefde daarin zetten. Als dit flesje met een andere soort drinken, vloeibare middelen gevuld is, dan kun je er nooit iets bovenop zetten. Je moet eerst je hart reinigen alvorens jij dat andere nobele zaken eigen kunt maken. Dus wil jij vrede uitstralen, uitdragen en ernaar leven, dan moet je heel goed gaan kijken naar jouw hart, hoe het daarmee zit. Heb ik wrokgevoelens? Heb ik jaloezie? Heb ik afgunst naar mijn medemensen, naar mijn broeders en zusters, naar mijn eigen familieleden? Hoe zit het met mijn hart? Want dat is de weg. En daarom zien wij dat de profeet sallallahu alaihi wasallam heel nauwkeurig is in het adviseren van zijn metgezellen. Hij zei, zal ik jullie, is een vorm van een vraag om aandacht te trekken. En ik hoop dat we ook aandachtig naar deze hadith, niet van mij, maar van onze profeet sallallahu alaihi wasallam gaan luisteren. En ook gaan toepassen in ons dagelijks leven. Hij zei, zal ik jullie niet iets meegeven? Als jullie daaraan vasthouden, dan gaan jullie van elkaar houden. Toen zei de metgezellen, ja Rasulallah, natuurlijk willen we zoiets. Toen zei hij, afsu as-salama bainakum. Oftewel, verspreid vrede onderling. Hij zei niet, geef elkaar de salam. Salam is maar een woord wat je uitspreekt. Als dat niet gepaard gaat met een innerlijke kracht, dan heeft dat geen betekenis. Al zou je 1000 keer tegen iemand assalamu alaikum zeggen en je haat hem, dan heeft dat geen waarde. Het gaat juist om dat innerlijke kracht, dat je dat vanuit je hart zegt. Dus tegen iemand zegt assalamu alaikum, met andere woorden, ik neem mijn verantwoordelijkheid om jou te beschermen. Om jouw vrede te wensen, is een verantwoordelijkheid. Ze verdienen het niet zomaar tegen elkaar te zeggen. En dat zien we ook in Surat al-Furqan. Als Allah Azza wa Jalla zegt, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَ. Niet salam uit hoogmoed. Ik ben moslim, salam, ik wil niet naar jou luisteren. Nee, dat jij zegt van ik weet beter. Dit is niet de manier waarop wij met elkaar omgaan. Met onwetendheid, al-Jahiloon. Salama. Salama wat ik van binnen uitvoer. En wat ik wil uitdragen in mijn dagelijks leven, verspreiden. Dus met andere woorden, je moet niet alleen maar zelf vredig leven, maar je moet dat ook aan je kinderen schenken. Je moet dat aan je vrouw schenken. Hoe wil je vrede verspreiden als jouw vrouw met jou in ellende leeft? Hoe wil jij vrede stichten als jouw eigen kinderen niet in hun eigen thuis veilig zijn? Of andersom, dat jouw man tegen die zusters, dat jouw man niet veilig voelt in zijn eigen huis, met zijn eigen vrouw, met zijn eigen kinderen. Dat. Hoe willen we een betere wereld maken als we ons veilig, als we ons niet veilig voelen binnen onze eigen moskeeën? Dat we tegen elkaar opstaan, omwille van bepaalde meningsverschillen die wij hebben. Laat dat duidelijk staan. Het begint bij jezelf. Innerlijke proces die zich resulteert in je dagelijks leven. En in de schaduw van veiligheid kunnen we hele mooie dingen realiseren. Ook in opvoeding. Ook in het onderwijs, ook als het gaat om ons werk. We kunnen onszelf beter ontwikkelen. We kunnen de saamhorigheid en broederschap versterken. We kunnen spanningen wegwerken in onze eigen samenleving. We kunnen innovatief zijn, productief zijn. We kunnen zoveel mooie dingen wanneer wij die innerlijke rust voelen. En dat uitdragen in ons dagelijks leven. En hoe kunnen we dat in de praktijk realiseren? Opvoeding is daar een belangrijke stap in. Dat we het als een onderdeel van opvoeding aan onze kinderen meegeven. En geloof me, je hoeft daar geen les voor te verzorgen. Of een preek aan je kinderen te geven. Wees zelf het goede voorbeeld. Wees het goede voorbeeld. Werk aan je hart. Draag het uit in jouw opvoeding ook naar je kinderen toe. Kijk naar de Koranisch perspectief. Ar-Rahmanu allam al-Quran. Hij zei niet Allah, al-Jabbar, al-Khaliq. Hij zei Ar-Rahman. De meest genadevolle heeft de Koran overgedragen aan zijn profeet. En aan de mensen. En als we iets goeds willen uitdragen, dan moeten we ook vanuit dat perspectief te werk gaan. Vanuit barmhartigheid, genade, vrede, innerlijke rust die wij dan uitdragen. Stabiliteit, dat moeten we ook gaan vorm gaan geven en een plekje gaan geven in ons dagelijks leven. Begin met jezelf, zoals ik zei. Begin met je eigen vrouw en je kinderen. Maar vergeet jouw buren niet. De buren, met je werkgever, je collega's. Dat je dat niet alleen maar tegen elkaar zegt, ik wens jullie alle vrede toe. Maar dat je dat ook laat zien in jouw gedrag. Niet omdat je als moslim aan het acteren bent en je wil de islam in een positieve daglicht brengen.
is een mooie bijzaak. Maar de essentie is dat jij je verantwoordelijkheid als een mens neemt. Dat jij je verplichting vervult. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. En dat je dat uitdraagt. Want wij horen heel vaak, we zijn de beste umma. Islamitische gemeenschap is de beste gemeenschap die er is. Met wat? Met slapen? Met oplichten? Nee. Allah Azza wa Jalla zegt, kuntum, jullie zijn inderdaad beste umma. Maar met wat? Ta'muruna bil ma'roof wa tanhauna 'anil munkar. Jullie nemen afstand van het slechte. Jullie sporen elkaar aan om het slechte te verwerpen. En jullie ondernemen het goede. In surat Nahl zegt Allah, inna Allah ya'muru bil 'adl. Allah beveelt jullie. Wat? Al-adl, rechtvaardigheid. Is een weg naar vrede. En veiligheid. Maar daarna zegt Allah iets interessants. Ya'muru bil 'adl, gelijkheid, rechtvaardigheid. Al-ihsan, wal-ihsan. Iets boven gelijkheid. Iets boven rechtvaardigheid. Als iemand iets kwaads heeft gedaan, dan is het rechtvaardig om iets soortgelijks terug te doen. Maar Allah Azza wa Jalla zegt, je moet juist iets positiefs neerzetten. Wa ita'i dhil qurba, sociale controle en ondersteuning. Wa ita'i dhil qurba, dat je andere mensen van de voorzieningen geeft die Allah jou heeft gegeven. En andere zaken, daar hebben we nu niet voldoende tijd voor om dit allemaal te bespreken. Maar ik wil afsluiten met een goddelijke oproep naar ons allemaal. Allah Azza wa Jalla zegt, Wallahu yad'u. Allah nodigt uit. Naar wat? Naar het paradijs. Maar hoe noemt Allah Azza wa Jalla dat in de Koran? Hij zegt, Wallahu yad'u ila daris salam. Allah nodigt jullie uit naar het huis van salam, van vrede. En hij noemt zichzelf, een van zijn namen, van zijn schone namen, is salam. En de profeet zegt, afshu salam, verspreid vrede onderling. Met andere woorden, als jij daar salam wilt bereiken, dan moet jij de weg van vrede bewandelen die in de eerste instantie bij jezelf begint. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وأجرنا اللهم من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس أجمعين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا مولانا من الراشدين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات أخت تطلب منكم الدعاء اللهم حقق لنا ولها الرجاء اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وكل من طلب من الدعاء نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ولهم الرجاء اللهم أعطهم ما يتمنون يا ذا الجلال والإكرام ومعنا جماعة اليوم من مسجد أم نورت جاءوا لجمع التبرعات فلا تبخلوا عليهم وقفوا معهم كما وقفت معكم يعني جماعات ومساجد كثيرة لبناء هذا الصرح العظيم فلا تبخلوا عليهم بالمال والدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة